De manier van opzetten die ik nu ga laten zien heeft een wat meer flexibele onderrand. En je hoeft van tevoren niet te bepalen hoeveel draad je van tevoren nodig hebt. Je maakt om te beginnen maak je een schuifknoopje. En die zet je op je linkernaald. Deze opzet, daarbij gebruik je twee breinaalden voor. Het eerste wat je gaat doen is het maken van een rechte steek. Ik zal het eventjes op de Engelse methode laten zien. Dus je begint het insteken, je maakt een omslag, je haalt hem door. En vervolgens zet je de gemaakte steek over op je linkernaald op deze manier. Dus je pakt hem op deze manier op. De stap hierna is dat je tussen deze twee gemaakte steken in, op deze manier, dan steek je de naald doorheen en je maakt wederom een omslag en die haal je door. En ook deze gemaakte steek zet je weer op dezelfde manier op je linkernaald. Je kan nu dit wel gaan aantrekken, maar wacht daar even mee, want anders wordt het erg lastig om je naald door te steken. Meestal, als ik de volgende omslag ga maken, dan trek ik de draad aan. Dus nogmaals, je maakt een omslag, je haalt de draad door en je zet de gemaakte steek op deze manier op je linkernaald. Ik zal het ook nog eventjes op de Duitse of Continental manier even voordoen. Dus je steekt je naald in tussen de twee laatst gemaakte steken. Oh. Even deze een beetje ruimte geven. Je maakt de omslag. Je haalt de draad door. En je zet de steek op je linkernaald. Dus nogmaals, je steekt de draad of de naald tussen de twee steken door. Maak de omslag en je zet de steek terug op je linkernaald. En zo ga je door tot je het gewenste aantal steken hebt. Ook bij deze manier van opzetten is er een verschil in aanblik. Of je nou de eerste steek, deze toer recht breidt of averecht. Dit is hoe het eruit ziet als de eerste naald recht gebreid wordt. Even aanwijzen. Die mooie lusjes. Als je de eerste naald averecht breidt, dan zie je als het ware twee rijen met lusjes ontstaan. Net zo mooi, even decoratief. En ook hierbij gaat het erom dat je consequent bent in het gebruik ervan, zodat niet het ene deel er anders uitziet dan het andere deel als je bijvoorbeeld twee voorpanden van een vest gaat breien. Dit was de cable cast-on.